Vandaag moeten Alex en ik een zo groot mogelijke tornado worden. Alleen ga ik vals spelen. Alex, ons doel is om de grootste tornado te worden die er is. Alleen er zijn hele grote die willen ons opeten. Dus dat is niet de bedoeling. Hoe word ik ooit groter? Weet ik niet. Zakken eten. Kan je vuilniszakken eten? Ik kan helemaal niet in vuilniszakken eten. Ik kan hier iemand op het strand eten. Nu kan ik vuilniszakken eten. Oh, ik ben mega aan het worden. Hoe meer je eet, hoe groter je wordt. Ben je nu al groot? Hallo. Ja, ik ben 16. Ik denk als je zo groot wordt, dan kan je op een gegeven moment ook gewoon gebouwen opeten. Alex? Ik ben opgegeten. Ik wou net zeggen, er zit daar iemand, die is iemand aan het opeten. Hé, hier is Giel. Ik ga Giel opeten. Sorry, Giel. Doet hij ook mee? Ja, ik zag Giel lopen, maar ik heb hem opgegeten, dus nu doet hij niet meer mee. Alex, we gaan kijken wie de grootste kan worden van ons allebei, oké? Ik doe mijn best. Ik ben ook allemaal mensen aan het opeten die ik hier langs de weg zie staan. Er zit iemand achter mij aan. Oh, nee. Nee, ik ben opgegeten. Bij de verkeersborden krijg je echt veel eten erbij. En voor de vuilniszak ook. Ik ben opgegeten, maar ik ben heel misschien wat Robux aan het geven, zodat ik terugkom, terwijl ik twee keer zo groot ben. Wacht even. Robux? Ja, ik heb helemaal geen Robux uitgegeven. Wie zei dat? Dat zei ik helemaal niet. Oké, zolang je maar niet aan het vals spelen bent. Want Robux uitgeven, dat valt echt onder vals spelen. Ik ben niet aan het vals spelen. Hoe kom je daar nou weer bij? Dan ben ik helemaal niet aan het doen. Nee, dan is het goed. Ik ben nu heel veel bomen aan het eten. Ik ben ook bomen aan het eten. Waar ben jij? Niet aan mijn bomen komen. Door bomen eten echt mega. Ik weet niet waar ik ben. Ik ben in de buurt van heel veel cadeautjes. Wil je niet aan mijn bomen komen, alsjeblieft? Nou, dat weet ik niet zo zeker, hoor. Ik ben nu wel eigenlijk heel erg groot aan het worden, zodat ik zo meteen misschien wel wat huizen kan eten. Ik ben al bijna de grootste van de lobby. Er is één iemand die is groter en hij heet... Hij heeft een hele rare naam. Oh, en hij zit achter me aan. Hij zit achter me aan. Dat is een probleempje. Ik ben echt de ergste tornado die de mensheid ooit gekend heeft, denk ik. Ik ben iedereen zijn schutting aan het verbreken. Mensen gaan zoveel ruzie krijgen met hun buren. Ik kan nog niet eens huizen opeten. Ik kan wel jou opeten. Wow, ik ben op een kerkhof. Ik wou aan een spin draaien. Ja, Alex, je kan spinnen. Dan kan je misschien nog meer dingen krijgen. Ik krijg een minuut lang snelheid erbij. En ik kan volgens mij nog een keer aan het rad draaien. Oh nee, dat kost geld. Dat is zo goed. Oh, ik kan wel nog een keer aan het rad draaien. Ik krijg 1000 groter erbij. Daar ben ik ook wel blij mee. Dankjewel. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Waar staat dat rad hier, bro? Daarboven. Boven in je beeld kan je iets kopen. Of niet iets kopen. Ik koop niks. Ik koop helemaal niks. Ik heb ook niks gekocht. Ik mocht gewoon sowieso een keertje draaien. En ik heb schild. Heb je schild? Ik heb een schild voor 17 minuten. Oh, 1 minuut. Laat maar. Oh, dat is wel fijn. Want anders kon ik jou nu opeten. Wow! Ik kan huizen opeten. Dat is echt gaaf. Wacht even. Of opeten. Volgens mij. Kan je ook huizen doen? Waar ben jij? Als jij iets kan, dan kan ik dat waarschijnlijk ook. Oh, hier is iemand die is heel klein. Ik ga hem opeten. Ik heb een andere tornado opgegeten. Dat doe je wel. Oh, ik bedoel, dat is niet lief, Jesse. Dat is wel lief. Je kan ook skins kopen, maar ik heb helemaal geen skin. Hoe kom ik nou weer aan de Waar skin? Waar zijn alle huizen die je kan opeten? Ik zie hier letterlijk helemaal geen huizen meer staan. Dat komt omdat ik alle huizen aan het opeten ben. Wacht even, ik zie huizen die ik kan eten! Bij welk gebied ben jij? Bij de sneeuw, bij de stad of... Ik ben bij de stad, ik ben bij het kerkhof in de buurt. Hey, waar is het kerkhof dan weer? Ligt jij daar soms begraven? Er zijn heel veel huizen naast, maar die zijn nu dus allemaal weg. Dat is toch zielig? Wat kan ik allemaal kopen? Oh, je hebt hier een 10 keer value pack. Ik weet niet wat dat is, dus ik ga het helemaal niet kopen. We gaan geen Robux uitgeven. Ik ben het hele kerkhof aan het opeten. Alles is voorbij, alle punten van de tornado. Dan moet je maar niet aan zee wonen, want er gebeuren dit soort dingen. Ik ben flatgebouwen aan het opeten. Alleen de nummer 1 die staat hier naast me. Die zit nu achter me aan. En die is zo groot dat hij telkens al een flatgebouw aan het opeten is. Flatgebouwen opeten? Ja. Dat is echt mega als je dat kan als tornado. Ja, en hij zit nu achter me aan. Nee, dit is nogal een probleempje. Meneer, wil je... Oh, nee. Alex, de grootste tornado uit de hele wereld zit achter me aan. Daar ben ik niet blij mee. Oh, nee. Ik zit hier ook bij eentje in de buurt. Hij gaat me opeten. Hij komt achter me aan. Alex, je moet me redden. Je moet afleiding. Je moet afleiding zijn. Oké, maar waar ben je nou, Jesse? Ik zie je nergens. Ik ben bij het kerkhof, omdat jij daar was. Maar nu ben jij er helemaal niet meer. Ik ben nu net naar het sneeuwgebied gegaan. Oh, ik zie je, denk ik. Ja, maar die hele grote zit achter me aan. Dit wil ik niet. Nee. Ik zie jullie allebei. Nee, laat me met rust, alsjeblieft. Hey, maar Jesse, we zijn bijna even groot om hem op te kunnen eten. Help. Ja, maar ik ben niet Jesse, zo groot. Jesse, jij zit achter mij aan. Dankjewel voor de afleiding. Kun je mij nu redden, alsjeblieft? Nee, want hij is groter dan ik ben en dan gaat hij mij opeten. Oké, dan hou ik wel wat speedboost en dan ga ik gewoon weg hier. Oh. Kan je vanaf 10.000 zelf ook flatgebouwen eten? Je hebt ook... Moet je dan nog groter Weet zijn? Ik niet. Je hebt ook een reward. Ik heb rewards geopend. Het kan! Geopend, ik ben flatgebouwen aan het eten! Ik ben bijna 20.000!
Je hebt mij bijna ingehaald. Die flatgebouwen die geven volgens mij echt heel veel punten. Yep. Ik denk dat ik gewoon de hele tijd hier blijf als tornado. Ik ben ook lekker flatgebouwen daten. Oké, zullen we afspreken dat we pas op het einde met elkaar gaan vechten en dat we nog niet elkaar gaan opeten? Ja, dat zeg je alleen omdat je nu... Oké, je bent net nog een stukje groter dan ik ben, maar omdat je bijna aan kan, hè? Ja, maar we moeten groter worden dan die nummer 1, want als we hem kunnen opeten, dan hoeven we het alleen nog maar met elkaar uit te vechten. We moeten sowieso de nummer 1 gaan eten. Ja, maar niet mij gaan eten als ik de nummer 1 ben, hè? Ik eet even alle flatgebouwen voor je neus op. Sorry! Wil je ze allemaal voor mij? Sorry, we moeten niet te dicht bij elkaar komen, want dan komen we in elkaars wind en dan eten we per ongeluk elkaar nog straks op. Wind kan echt super sterk zijn, hè? Ja, maar het is wel gevaarlijk. Wat zou je liever willen besturen? Water, aarde, vuur of wind? Ik denk de wind, want dan kan je lekker allemaal mensen omver blazen en zo met hoe krachtig je bent met de wind. Ik heb vuur, want de winter komt weer aan en dan kan je lekker zelf warm maken. Ik ben de grootste van de hele game! Hoe ben je de grootste? Dat komt omdat jij telkens de flatgebouwen aan het eten bent. Dat is een tactiek, Jesse. Dat noem je tactiek. Dat noem je geweldig zijn. Ja, maar ik kan die tactiek helemaal niet pakken omdat jij de hele tijd bij de flatgebouwen bent. En dan eet jij mij straks nog op. Ja, dus je had je prioriteiten moeten stellen toen je hiermee begon met het plan maken. Ja, ik weet het. Misschien moet ik maar gewoon vals spelen om jou op te eten. Wat zei je nou? Niks. Waar heb jij het over? Oké, zolang je niks zei is het goed, want dat is lekker rustig voor mij. Nee, ik zei helemaal... Je hebt dus 1 flatgebouw en die is dus echt 7000 groot moet je daarvoor zijn om die op te kunnen eten. En die ben ik de hele tijd aan het eten. Welke is dat? Want dan ga ik op voortaan opeten. Dat is die ene die helemaal rechts achterin staat. Ja, deze zeker, waar ik nu sta. Of deze. Oh, wat lekker. En dan eet ik nog even die hekjes erbij op. Alex, uit de buurt blijven bij mij, oké? Ik ben bijna groter, dan ga ik... Oh nee, hier is een hele grote. Als ik hem gewoon opeet, dat is perfect. Kijk, even. Hier dat komen... is inderdaad best wel slim. Ik kan ook gewoon een andere tornado eten. Hier komen 2 hele grote aan. Te gaan bubbelen. Wow! Jij hebt die grote gebouw. Jij hebt die grote gebouw. Dat gebouw bedoel je dus. Ik heb... Yep, en deze kleintjes. Maar jij wordt nu alleen maar groter. Nu ga jij dit echt makkelijk winnen. Dat vind ik echt niet leuk. Ik moet een andere tornado eten. Ik denk dat dat gewoon de beste tactiek is om te doen. Er zit hier een van 15.000 grote. Alleen hij is sneller dan dat ik ben. Dat is echt oneerlijk. Je kan sprinten, hè, door op shift te klikken. Ja, maar dat duurt er maar heel even. Een heel klein sprintje. Oeh, kom. We moeten hem insluiten. Kom, we sluiten hem in. Alex, pak hem. Oké. Pak hem. Ik wil hem. Nee. Hij is veel te snel. Dit is echt niet leuk. Waarom is hij zo snel? Ik ben echt een slow. Ik kan hem nooit tornado inhalen. Oh, dan eet jij dat flatgebouw weer op en dan ben jij nog veel groter. Dat klopt, ik ben 40.000 groot. Ja, wacht maar. Ik weet niet waarom. Ik heb zo'n gevoel dat ik dit ga winnen. Ik weet niet waarom. Oh ja, ik heb het gevoel dat ik een mega tornado heb opgegeten. Jij bent nu 56.000 grote. Hoe ik dan? Ik heb hem. Jij mag dit echt... Maar Jesse, er is hier nog eentje tussen de flatgebouwen. Ik ga gewoon vals spelen. Zo, waar heb je het over? Waar? Nog eentje? Wat zei je nou precies over dat vals spelen? Vals? Nee, dat zei ik helemaal niet. Waar heb je het over? Ik weet zei... je dat zeker? Want ik dacht dat ik zoiets hoorde van... Nee. Ik zei, ik moet het gewoon slim spelen. Niet vals spelen. Waarom? Ja, slim spelen. Net zoals wat ik de hele tijd doe. Want ja, ik geef geen geld uit en ik speel heel slim. Ja, ik moet het ook slimmer gaan aanpakken. Kijk, ik moet gewoon die hele grote rooie daarop eten. Dat is slim. Oh, je hebt iemand. Heb ik iemand? Jup. Dat deed ik per ongeluk. Jij bent echt veel te groot aan het worden. Als je maar van mij afblijft. Ik wil ook zo'n rode tornado worden. Hoe doe ik dat? Ik ben zo geweldig als mega tornado, man. Je kan dus blijkbaar ook skins kopen. Dat kan je doen in de lobby. In de lobby? Ja, maar als ik nu naar de lobby ga, dan ben ik mijn tornado groter kwijt. Dus dat ga ik absoluut niet doen. Ja, dat is inderdaad waar. Je komt alleen in de lobby als je doodgaat. Maar ik ga niet dood, want ik ben bijna even groot. En jij kan mij niet opeten. Wist je dat er ook allemaal mensen op de vloer rennen? Die kan je ook opeten. Kijk, hier rennen allemaal mensen. Zie je dat? Inderdaad, maar hoeveel punten krijg je daarvoor dan? 1. Dat is echt niet veel. Daar heb je niet heel veel aan. Heel veel gebouwen. Laat even die gebouwen voorbij. Dat is echt niet leuk. Oké, maar ik pak wel deze grote. Oh ja, pak jij maar de grote. Weet je wat? Dan pak ik al deze kleintjes achter elkaar. Krijg ik heel veel punten erbij. En dan ga ik jou straks opeten. Ik wil echt die... Wow. Jesse, pak op. Pas op, hè. Wat je zegt, want ik heb je zo, hè. Ja. Maar wat ik net heb gedaan, dat werkt helemaal niet. Ik snap er helemaal niks van. Wat heb je gedaan? Wat zeg je de hele tijd? Ja, gewoon een of ander groot iets opgegeten. En ik dacht dat ik daar extra punten van zou krijgen. Maar het werkt helemaal niet. En ik snap niet waarom niet. Ik heb echt geen idee waar je het allemaal over hebt. Gewoon over dat ene grote gebouw, weet je wel.
Die ene. Dat ene grote gebouw. Ja, er staat hier soms een gebouw en die komt één keer in de 10 minuten komt die. En die wou ik opeten. Alleen, ik had opgegeten, maar hij werkt niet. Dus ik snap er helemaal niks meer van. Ik ben niet aan het vals spelen of zo, als je dat soms denkt. Oké, nee, dan is het goed. Zolang je maar niet aan het vals spelen bent. Want vals spelen, dat doet alleen de grootste losers ooit. Ja, maar als ik zou vals spelen, was ik toch wel groter dan dat jij bent. Ja, dat is zeker waar ook, inderdaad. Ja, dus ik ben helemaal niet aan het vals spelen. En dan ben je helemaal niet. Je bent bijna de helft van mijn grootte. Ik ben dubbel zo groot als dat je... Ja, dus, daarom. Waarom ben jij ineens groter? Ben ik groter? Waarom ben jij ineens groter? Weet ik niet. Hoe kom je daar dat nou bij? Dat is letterlijk onmogelijk. Hoezo is dat onmogelijk? Nou ja, omdat je niemand hebt opgegeten, want er was hier niemand in de buurt. Jawel, dat was denk ik dat hele speciale gebouw wat ik heb opgegeten. Oké. Ja, maar als jij nou slim bent, ga je ook dat grote gebouw zoeken en kan je die ook opeten. En dan wil je ook groter. Oké, ik ben hem aan het zoeken, Jessie, maar waar kan die zijn? Weet ik niet. Ik zie die hele grote gouden bonden aan de verte? Die heb ik opgegeten. Alleen, die kunnen alleen hele coole mensen opeten. Dat kan jij niet. Een hele grote gouden ballon? Nee, een bom! Geen bom! Kan je die eten? Ja, die kan je eten. Alleen, dat is wel heel moeilijk. En dat kan niet iedereen. Daarvoor moet je eerst heel groot zijn. Er is hier iemand die is 1 miljoen groot. Hoe is hij nou weer 1 miljoen? Wat? Hoe is hij nou weer 1 miljoen groot? Ha, dan ben je nog steeds niet de grootste van de wereld. Echt wel. Bijna, soort van. Ik weet zeker dat ik de grootste ga worden. Dat gaat helemaal goed komen. Misschien moet je eerst die van 1 miljoen eten. Ja, of ik kan gewoon wat kopen. Nee. Ik kan helemaal niks meer kopen, want ik heb alles al gekocht. Ik kan helemaal niks meer eten, want ik heb alles al opgegeten. Ik ben een beetje in de war vandaag, Alex. Ik snap het ook niet helemaal meer. Ik heb het inderdaad een klein beetje door. Je klinkt een beetje alsof je in de war bent. Je hebt het de hele tijd over dat je niet vals speelt, maar... Toch ben je ineens een stuk groter als dat ik ben. Nee, ik ben gewoon een beetje in de war. Ik ben een beetje... die hele grote stacht maar. Ik ben gewoon een beetje duizelig. Omdat ik gewoon zoveel aan het draaien ben door al die wind en... Ja, je hebt wel gelijk. Ik word er ook een beetje duizelig van nu het zegt. Ik ga hier gewoon nog even een paar grote gebouwen opeten. En hopelijk gaat dat werken. Zo. Ik moet namelijk uiteindelijk wel groter worden dan die grootste. Maar dat is bijna onmogelijk om te doen. Hij is letterlijk 1 miljoen groot. Heeft hij wel niet gegeten allemaal? Ik denk dat hij heeft vals gespeeld. Dat kan niet anders. Zou je dat denken? Dat weet ik wel zeker. Dus jij vindt dat mensen die te groot zijn op een of andere gekke manier vals hebben gespeeld? Ja, die hebben vals gespeeld. Ik heb een idee. Ik heb echt een perfect idee. Als ik gewoon iemand opeet die Alex kleine Griekse eitee heet, dan word ik nog groter. En misschien kan ik dan wel die allergrootste opeten. Dat is echt perfect. Oh, maar dat is inderdaad een groot goed idee. Want die ene Alex Kleingriekse IT, die staat echt hoog in de leaderboard. Ja, dat is als ik helemaal gewoon opeet. Dat ben ik. Ik ga jou opeten. Oh, je wordt... Nee. Je wordt ingesloten. Laat me anders iemand anders eten, oké? Wat dacht je daarvan? Ja, je gaat ingesloten worden door de allergrootste mensen uit de lobby. Oh nee, hij staat letterlijk achter me. Ja, welke kant ga je erop? Ga je mij jou laten eten of die grote? Ik weet het niet. Kom eens hier. Alex, sorry. Ik ben je aan het opeten. En dat betekent dat ik heb gewonnen. Al ben ik niet de grootste. Ik heb in ieder geval van Alex gewonnen. Maar dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. En ga weg in 3, 2, 1...